Ja, dit is dan een soort van het nieuwe normaal geworden. Ja, zeker hier in Spanje. Ja, want daar loopt de Jan Alleman loopt zo. Ja, en het is toch, ik bedoel, we zijn er nu een beetje aan gewend geraakt, maar het is natuurlijk volkomen debiel. Ik bedoel, het ziet er ook niet uit als je al die mensen zo op straat ziet lopen met zo'n ding. En het lijkt wel een rare futuristische film of zo. Dat de wereld bedreigd wordt over 50 jaar. En dan zou je dat de hele tijd zien. Maar daar kijken we nu elke dag tegenaan. Tegen dat rare beeld. En elke dag moet je ook dit doen. Hier, dan moet je weer op je handen spuiten. Hup, en dan gaan we dan. En dan moet je weer dit doen. En desinfecteren. En zo gaat het maar door. En dat doen we allemaal wel. En waar we bang voor waren, dat lijkt nu toch te gaan gebeuren. Een soort van tweede golf. Ja, ja, want ik lees die kranten. En dan zie ik de besmettingen lopen op. En de ziekenhuisopnames. En in de IC's komen weer mensen terecht. En zo gaat het maar door. En ik heb zoiets van, daar gaan we weer. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, hoe mooi zou het zijn? Geen persconferenties meer van Mark Rutte. Geen doventolk meer. Geen virologen in een talkshow. Nee. Geen eenzame bejaarden meer. Nee. Geen rare elleboogjes meer. Geen teststraten meer. Geen anderhalve meter afstand meer. Geen adviezen meer van blijf thuis. Was je handen? Nee! En geen quarantaine meer. En geen reproductiecijfers. En geen ellende meer over je bedrijf of je baan. En geen verdriet meer over je naasten die zijn overleden. Hoe mooi zou dat zijn? Dat we elkaar weer een hand kunnen geven. Dat we weer ongestoord naar de supermarkt kunnen gaan. Of gewoon naar de bioscoop, de kermis of het theater. Of naar een concert of een festival. Of dat de voetbalstadions weer vol zitten. Hoe mooi zou dat zijn? Dat we elkaar weer een knuffel kunnen geven. Dat we gewoon weer naar het buitenland kunnen op vakantie. En dat we gewoon weer een bruiloft of een begrafenis kunnen houden zoals het hoort. Ja, hoe mooi zou dat zijn? Dat we weer een groot feest kunnen geven. En dat we met een groep mensen weer naar de kroeg kunnen en naar een restaurant. Ja. En dat we ons mondkapje gewoon definitief mogen weggooien. Zodat we ons weer vrij kunnen voelen. En dat we elkaar gewoon weer een stevige zoen kunnen geven. Ja, vrienden. Dat zou heel erg mooi zijn.